heel lang waren we aan het zoeken of we geleden hebben met elkaar te werken. Maar beide agendas conflicteerden nogal. En nu kwam het door die verzoek kwam het goed. Toen dacht ik eindelijk, dat moest wel een keertje gebeuren. Ja, ik was echt heel blij. Ja. Ja, hij is te gek. Ik weet niet precies wat hij van plan is, wel iets met vogels. Dat is wel mijn doorgedramde idee. Voor mij heeft hij zo'n power. En dan die vertaling naar een vogel, dat is, nou, wat is nou een machtiger beest dan een zeearend? De agressieve, zou ik maar zeggen, het argwanende wat ze ook een beetje heeft, dat vertegenwoordigt dan ook zo'n roofvogel. Ja, ik verwacht nooit zoveel eigenlijk van tevoren van de fotoshoot. Ik doe eigenlijk gewoon maar wat me wordt opgedragen. Het voelt altijd een beetje onnatuurlijk. Ik voel eigenlijk constant dat ik voor paal sta. Het is altijd moeilijk, want je bent geen model. Toch? En je weet, die mensen werken met de beste, mooiste modellen van de wereld. En dan sta jij ertussen. Ja, maar volgens mij onderschat ze zichzelf enorm. Ik heb echt het idee dat ze te klein denkt. Zij verspeelt geen energie, dus op de Polaroid zie je niets bijzonders. En op het moment dat je gaat schieten krijg je zoveel energie, krijg je zo'n mooie uitstraling. Dat kunnen niet veel mensen en dat kan zij heel goed. Ja, hij is een eigenwijze man. Ik heb niet zoveel moeite met eigenwijze mensen. Ik hou er wel van, zeker als het eigenwijze mensen zijn met een missie en heel veel talent. Als iemand gewoon zegt nee, dit wil ik niet, ja, dat wil ik wel, dan weet je waar je aan toe bent. Ik hou wel van mensen die iets heel goed kunnen. Nou, zij is eigenwijs en ze kan iets heel erg goed. Nou ja, dan kan je alleen maar een mooi ding gaan maken. Het is niet een droom geweest om ooit in de foto te komen. Maar ja, als je het dan doet, hè, zoiets, doe het al goed.